typisch verloren van Den Bosch, toch voor jou persoonlijk een mooie wedstrijd. Je was er wel bij en 90 minuten lang. Ja, zeker lekker. 90 minuten sinds 3-4 maanden weer een keer 90 minuten kunnen spelen. Ja, zeker blij mee. Alleen ja, het resultaat was wat minder dan, maar op persoonlijk vlak is het wel fijn om een keer 90 minuten te spelen. Ja. Wat is er precies geweest die afgelopen 4 maanden? Je was geblesseerd, maar waar lag het nou aan? Ja, uiteindelijk had ik een scheurtje in de adductoren, zit in de lies, een spier en de aanhechting van het schaambeen. Daarin zat een klein scheurtje en dat is niet echt genezen met rust en al. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om nog een keer een tweede echo te laten maken en gelijk een spuit te laten zetten. Zodat het ontsteking wegging en dat het weer geheeld werd. En dat heeft, daarna heb ik 2 weken nog rustig aan moeten revalideren en sindsdien is de stijgende lijn. Merk je dan ook dat je echt achter ligt op de jongens, sowieso omdat je een tijdje gemist hebt, maar ze hebben natuurlijk de voorbereiding gedraaid waarin er pittig getraind wordt. Ja, wat doe jij in de tussentijd? Nou, ik heb ook redelijk pittig getraind met de fysio, heel veel gelopen, echt veel gelopen moet ik zeggen. Het is wel een stukje minder, maar het grootste verschil is toch wel het voetballende gedeelte is weer erg wennen. Momenten kiezen en zien is toch weer even de feeling even krijgen, want je hebt toch lang zonder bal getraind. En dat komt er nou wel langzaam aan in. En is er dan ook wat ze dan zo mooi noemen honger naar de bal? Als jij daar rondjes loopt te rennen met Rinus en Valk en je ziet die jongens allemaal leuke rondootjes doen, denk je dan van binnenkort sta ik daar weer bij? Ja, dat wil je alleen maar. Dat is maar één ding wat je wil. En dat is voetballen en ook nog training. Want zonder bal trainen is echt het minste wat er is. 4 maanden niet meegedaan, nu 90 minuten meegedaan. En zaterdag ongelofelijke spierpijn. Of werkt dat niet zo? De spierpijn viel wel mee. Ik was alleen redelijk stijf en erg moe. Maar dat hoort er ook bij en dat wordt ook steeds weer beter te herstellen. Dat is ook wel wennen. Maar. Is dat dan wat ze bedoelen met wedstrijdritme opdoen? Want je hoort altijd van die mensen, ik heb lang getraind, maar wedstrijden is toch anders? Is het echt zo anders? Ja, het is wel heel anders. Je kan wel zoveel trainen als je wil met fysio. Maar het voetballende gedeelte, de wedstrijden en partijtjes zoals op training is altijd zoveel anders dan dat je kan trainen zeg maar, als je geblesseerd bent. Er gebeurt zoveel mee, je moet zoveel meer opletten, het is zoveel meer wenden keren en vooral het onbewuste. Want kijk, met Valk en Rinus train je wel op bewegingen, maar dat is allemaal veel bewuster dan dat je in een wedstrijd doet bijvoorbeeld. En daaruit krijg je wel wat spierpijn en stijfjes. Maar dat loop je er weer uit zodat je vrijdag en maandag weer vol gas kan gaan? Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval. En deze week gewoon lekker mee trainen weer en dan vrijdag en maandag knallen. Alles is vrij.